Het kleinste tijdschrift van Utrecht, dat is Neon. Oprichter Giovanni Grado vult zijn blad met bijdragen van amateurkunstenaars. Mijn doel is puur een open podium creëren voor mensen die anders waarschijnlijk nooit hun werk hadden gepubliceerd. Ik vind dat Archibald heel erg leuk werk maakt. Het schrikt me heel erg aan. Toen ik voor het eerst zijn dingen las, ja, ik moest enorm lachen. Ik had nog nooit een cartoonist in Neon gehad. Dus vandaar dat ik zoiets had van, nou, ik ken hem al en ik vind het een leuke jongen. En ik vind zijn dingen heel erg leuk. Dus ik vind dat meer mensen hem moeten zien, lezen. Ik ben Giovanni tegengekomen op een soort borrel voor dichters en schrijvers. En daar was hij eigenlijk zijn boekje aan het promoten. En toen heeft hij mij gevraagd daarvoor. En zodoende dacht ik van, nou, dat is leuk. Kan ik ook een keer beeldmateriaal of cartoons in zo'n klein open podium publiceren. Het is eigenlijk een beetje oudbollig wat Neon doet. Het is gewoon een beetje het ouderwetse, stencilachtige, een beetje punkachtige imago van we gaan een boekje maken, gewoon leuk met kunstenaars. Bedoel ik positief, zeg maar, of zo. Ik schreef gewoon voor mezelf verhaaltjes. Ik begon altijd met wat in mijn puberjaren met gedichten. Dat gedichten, dat was toch ook niet helemaal mijn ding. Dus dan ben ik verhaaltjes gaan schrijven, hele korte verhalen. Vaak een half A4'tje of zo maar. En ik vond het heel leuk. Gewoon een beetje grappige, sullige dingetjes die gewoon gebeuren in het dagelijks leven. Ik heb vooral een paar jaar terug veel geschreven. Die verhalen zijn ook in de Neon wel verschenen. Laatste tijd schrijf ik wat minder, maar ik had wel weer een opwelling tijd terug en toen ben ik wel wat gaan schrijven. En dan praat je toch over een evolutie van enkele tienduizenden jaren, althans zo dacht de ezel. Dat zijn nu eenmaal een heel andere taalspraken dan de panthers. Neon heeft 20 abonnees die €2 per blad betalen. Ik denk dat mensen die het leuk vinden om non-profit projecten, small press publicaties, om dat te bekijken, die zullen denk ik zeer gecharmeerd zijn van dit project, omdat het ook, weet je, je proeft geen commercieel belang, je proeft geen winstoogmerk. Als er ooit een advertentie in komt staan van een McDonald's of zo, dan kap ik ermee, want dat is niet leuk meer.